Sonny Davis, 's werelds snelste. 1.41.80, gereden op deze baan op de 6e maart van 2009, een week voor de afstandswereldkampioenschappen. Net als vorige week in Calgary rijdt hij tegen Bukko de Noor, die tweede staat in het klassement. Sven Kramer gezakt naar plaats 7. Als deze twee mannen ook sneller zijn dan Kramer, is Kramer dus 9e en moet hij lang wachten. Want dan moet hij eigenlijk de hele B-groep afwachten. Gaan tellen, gaan turven hoeveel er daar zijn die sneller zijn dan hij. Davis, komt hier de wereldrecord aan? Heeft hij er zin in? 23-28, dat is onder het schema wereldrecord. Onder zijn eigen schema. Bukko werd een week geleden in Calgary vernederd door Davis. Zoals hij al zo vaak zijn tegenstanders vernederde. Kijk naar de vastberadenheid van Sonny Davis. Zijn wereldrecordrace gaf een ronde van 25-0. Nu staat er 24-7. Nog nooit gezien. 48-04. Het fundament staat er. Nu het kasteel nog afbouwen. De toren erop. In zijn wereldrecordrace kwam er nu een ronde van 26-0. Bukko niet meer te zien. 26-0 tijdens de wereldrecordrace. En nu 25-6. Dit moet een nieuw wereldrecord worden. Dit kan niet anders. Hoewel, in Calgary was hij ook op jacht naar een wereldrecord. En toen bezweek hij in de laatste ronde. Maar dat was toch een zeldzame uitzondering. Hier is de vastberadenheid, de zekerheid. De superioriteit van 's werelds beste schaatser. Hier komt een nieuw wereldrecord aan. Het was 1.41.80. En het wordt 1.41.04. Met een slotronde van 27.3.